Hallo lieve kijkers, vandaag ben ik met een vriend van mij en met mijn broer. En we gaan vandaag een Fortnite potje doen en we gaan zien hoe hoog we gaan eindigen. Veel kijkplezier. Dus als jullie mij niet hebben verstaan, ik, een vriend van mij en Jacka gaan we een Fortnite potje spelen en we gaan zien waar we eindigen. Veel kijkplezier. Naar een boot of zo. Ik kom gewoon even naar die boot. Ja, oké, okay, kom bij die boot looten, daar zitten twee lootdrops. Of één, ik weet niet, twee of één lootdrop zit er. En daar zit ook nog een kist, dus. Een goede kist. Ja. Kijk dan. Maar ze gaan jou niet, die gaan Matthias toch niet horen? Ja, weet ik. Maar de video staat wel al aan, dus. Mijn vriend noemt trouwens Matthias. Jongens, mag ik van iemand een loot? Ja, ik heb echt niks. Ik heb alleen maar komkommer in. Ja, oké, ik ben weg. Hey, kom. Kunnen we even naar dit ding? Oh ja, dat is goed. Dat is paars. Matthias, kunnen we even naar dit? Daar is dat ding. Ja. Ik heb die challenge al voltooid, maar. Gewoon even lekker loot. Dat is goed. Oh nee, met. Ik ben volt shield. Ja, oké, okay, we gaan er wel even met dit ding naartoe. Ja, maar waar gaan jullie door? Naar waar gaan jullie naar? Ik ga hier wel even kills maken, denk ik. Oh. Ik ga hier gewoon looten. Daar nog eentje. Ja, dat was dus de teammate. Matthias, hoeveel kills heb jij? Nul. Matthias heeft dus nul kills. Ik ook. Ik heb er twee. Nu. Ik zeg toch dat ik er nul heb. Ja, Jacques heeft er ook nul. Maar ik heb er dus twee. Maar ik ga nu even naar dat ding, hè. Anders zijn we te laat. Matthias zal nu iets even zeggen tegen jullie. Ik weet niet of jullie hem gaan horen. Heb je het gezegd? We gaan op zoek naar de bounty. Ik ga naar de cirkel. Oh. Oké, okay, we laten. Hey! Ik denk dat ik weet door wie. Bam, gekild. Bellen. Ik zie hier iemand. Gekild. Ik battle een NPC voor de invloed. En? Nee, ja. Doei doei. Ja, weet ik. Ik ga naar de cirkel. Ik kom ook even naar de cirkel. Dus ook nu een zwijntje pakken. Nee. Zwijn. Kom. Nee. Ik ben bijna aan het doodgaan door die. Nee, niet door die zwijn. Oké, nu moet ik rennen met die zwijn. Er zijn mensen. Rennen met zwijn. Nog halen. En zwijn mag niet doodgaan, want we moeten dit halen. Ik ben dood!
Matthias en mij. Ja. Ja. Ik niet. Er zijn mensen. Mijn zwijn is dood. Ik moet eens eten. Als liefde voor mijn zwijn. Hoezo? Rift, ik heb een rift. Ik weet niet waar dat hier random een rift spawnt, maar oké. Okay. Yo. Matthias, pak jij even de rebootkaart van Isaac en dan ga ik die even rebooten. Er zit daar wel een persoon in. Oh. Hij is als een fight. Ik kom zelfs. Deze is die mens. Oké, ik kom. Maar zijn dat niet die mensen dat jullie hebben gekeken? Ja. Assault rifle pas, gewoon te gebruiken. Achter u. Hij komt daar. Ja, wacht hè. Hij gaat niet vijven. Pak, ga weg. Zodra je onze penning hebt. Dat ga ik niet doen hè. Kind, die komen. Maar dat maakt niet uit. Inbouwen. Ik geef jou die paarse, want ik vind die gouden gewoon. Phoenix Crash. Heen kan ik. Ja, alleen minis. Daarna ga ik liever. Ik ga even oefenen op Nieken en. Fuck off. Altijd dood. Kom, we gaan opnieuw. Nu gaan we goed spelen. Oké, Matthias heeft dus een glitch misschien. Dat als je een tent vindt op het Spaaneiland en daar zit een Kamehameha in en je doet dat op een battlebus, dan alles is dood. Oh ja, nee, we gaan het niet vinden. Maar nu gaan we even goed spelen. Isaac is trouwens geliefd omdat hij een beetje gaat oefenen op schieten. Editen en schieten op klein scherm. Dus jullie gaan zelfs zien. Verder gaat met mij en Matthias in een potje. Microni Crossroads. Oké. Misschien kun je dat nog niet eens vinden, maar oké. Ik denk niet dat dat mogelijk is, maar oké. Ik heb een tent, maar geen. Ja, weet ik. Ik ben dood. Matthias heeft een mens gekild dat een kroontje had in mijn lobby. Dat is echt grappig. Maar oké, kom. Matthias, pak mijn rebootkaart. Yep. Zelfs gaan we gewoon proberen naar hier te gaan. Hey, die mens bij mij is hier. Ja, die reboot toen je mij rebootte, stond die op play. Nee, dan denk je niet. Bij mij. Ja, gekild.
Wacht, Lili. Ja. Help maar. Oké, we gaan nu nog één potje doen. Of nog meer. En dan gaan we proberen om, ja, creatief misschien. Of zo. Maar nu gaan we proberen te winnen. Dus veel succes voor ons dus. Dit wordt dus ons bijna, misschien ons laatste potje. We weten nog niet zeker. Maar dus, we gaan proberen te winnen. Hij dat mij heeft gekild, staat dus nu Bounty. En die is net gekild. Dus dat is top voor mij. En hij wordt gefinished. Iemand dropte dus een crown. En ik heb die dus opgepakt. Haha. Ja, ik ga die echt niet teruggeven, hè. Ik ga die niet teruggeven voor u, hoor. Deze guy heeft dus een kroon gedropt en ik heb die dus gepakt. Haha. Pech voor jou. Ik ga dus rennen. Oeh. Doei, doei. Deze guy. Oké. Kluis is open. Misschien is het nog steeds stil. Dus ik heb nog steeds een kroon. Ja. Ik dacht dat je die wegkreeg. Oké, bij ons is er dus een Kamehameha-land. En we gaan een Star Wars bos daarmee killen. Wacht, Sebes, Matthias, ik kom Sebes. Ik ga eerst die Dark Vader bos killen. Als jullie zien, is die Kamehameha te overpowered bij Dark Vader. Kan die ook de Kamehameha tegenhouden? Ik heb dus de Dark Vader bos gekild met de Kamehameha. Twee keer. Ik ga dus nu naar mijn bloem en hopen dat ik iets goed krijg. Dit is dus mijn bloem. Oh nee. Er was dus bij mij nu iemand en ik heb mijn bloem neergeschoten. Nee. Of die enemy heeft dat gedaan, ik weet niet. Oh nee, ik moet dus nu een nieuwe bloem hebben. Oh. Matthias gaat iemand killen met de lightsaber. Op weg. Ja. Ik hoor de schoten. Oh nee. Ja, oké. Matthias zijn ding is bijna pot, dus hij gaat nu even een kabel pakken, dus daarom staat de AFK. En na dit potje kan Matthias helaas niet meer meedoen. Dus daarom gaan
Ijaka, denk ik, volgend potje mee doen. In de tent. Omdat ik dat denk ik nu niet super snel ga gebruiken. Dus daarom heb ik de Kamikamiha in de tent gestopt. En dan kan hij dat op een andere... Wat is dat? Ik heb de Kamikamiha in mijn tent gestoken. Deze kan ik even pakken. Nog iemand. Ik ga een solo potje, oké? Ja. Laat weten of jullie denken dat we dit potje gaan winnen of verliezen. Ik denk misschien nu wel winnen. Ja, nu heb je een kroon win van hem. Ja, eigenlijk heb ik wel een kroon win van die ene mens. Is. Ja, die mens dat altijd zo crowned. Eigenlijk wil ik gewoon nu winnen, omdat sommige mensen zijn zo echt aan het showen van ik heb een kroon en dan droppen die zo in een spawneiland en dan pakken die terug op. Net zoals die mens dat dan nu, net zoals bij mij wat er bij mij is gebeurd, want ik heb nu een crown gekregen door iemand dat heeft gedropt. Dus eigenlijk wil ik nu gewoon winnen om te laten zien dat droppen in het spawnland een kroon, dat is niet goed, want je gaat daar misschien soms... Dat is niet slim. Dat is niet slim, want mensen kunnen jullie gewoon oppakken. Dus wijze les voor jullie kijkers. Niet te veel droppen in het spawnland, want mensen pakken het op en dan ben je het kwijt. Ik heb dat ook al eens zien gebeuren, dus... Dat is ook gewoon een feitje. Matthias ziet net in een bush, denk ik. Maar je kan geen pushen meer krijgen. Oké. Okay. Nee. Ik zie nu geen mensen. Jawel, ik hoor mensen. Ja. Ik ga naar de plek waar jullie nu zijn. Ijaka gaat nu met zijn op zijn potje. Gaat hij nu op de plek waar wij nu zijn. Maar hij gaat ons niet tegenkomen omdat we in een ander potje zijn. Ik hoor nu echt dichtbij schoten, dus we gaan er nu, denk ik. Ja, eigenlijk. Eerst spant hij. Nee, ik hoor echt schoten. Matthias, ik hoor schoten. Kom. Kunnen jullie nu gaan winnen? Ja, ik word schot. Er zijn er maar... Vier man over. Ja, vier man. Ja, ik zie mensen. We gaan die killen, we kunnen die killen. Ja, hierboven, buildfight. Een van de laatste. Ik ben al gekild. Weet ik. Hij is bij mij. Lekker. Heb jij minis of zo? Doe dat tjusje kanon bij mij. Nee, kijk. Nee. Pak die minis dan op. Want hij had nog mist. Kom, we pakken even die loot erop misschien.
Waar zijn die? Zie je die? Ik kan nu gewoon naar lobby. Ik kom. Je ziet ze zo. Matthias, moet jij misschien mijn kroon hebben? Heb je al een kroon, Bin? Ja, ik kom. Hij heeft er al 9 gast. Oh. Ja, kill hem. Laatste persoon. In versus in. Niet in 5 of zo. Hem. Hij sloeg. Nee. Nee, pak zijn andere punt. Nee! Ik zei dat pak jouw andere. Nee. Nee, ik kon hem makkelijk hitten. Oké. Ja. Tweede. Dit was echt net. Dus ik hoor dat ik met Jacka Sebbes wel een victorie kan halen. Matthias gaat nu lieven. Doei, Matthias. En kijk zeker naar mijn YouTube-kanalen. Oh nee, dit is echt jammer. Oh nee, ik ben hier nu echt aan het balen. Staat de camera aan? Als jullie nog tips hadden of zo hoe dat beter kon, laat dan weten in de reacties. En laat weten wat jullie leuk vinden dat we doen in de reacties. Dan kunnen we dat misschien eens doen. Of uittesten als er iets is wat we moeten uittesten. Oh man, nu ga ik hier echt van balen. Ja. Staat de camera nog steeds aan? Ja. Oké. Ik ga proberen om Edie nu nog een vriend van mij te proberen te overtuigen. Dus ja. Ja, probeer dan maar. Want ik zit nu in een potje. Like, abonneer en tot de volgende keer. Adios.